De kwestie van de Mennonieten moet verheven worden tot een nationaal probleem. Tijdens een kroet afgelopen zaterdag in het buurtcentrum Stibula hebben vertegenwoordigers van zowel de verschillende Maronstammen als inheemse stammen aangegeven dat het probleem tussen de Quinties en de Mennonieten niet met een korreltje zout genomen moet worden. De Quinty-gemeenschap is in het ongewisse omdat hoofdkapitein Harold Souvenir druk uitoefende op het Groot Opperhoofd om akkoord te gaan met afspraken waarbij de Mennonieten ruim 35.000 hectare land van de Quinties kunnen gebruiken voor grootschalige landbouw. Deze overeenkomst komt nadat Souvenir en andere leiders onderhandelingen hielden ondanks tegenstand van de meerderheid van de Quinty-gemeenschap, inclusief het opperhoofd Raymond Clemens. Een spreker op de Kroetu, Sila Deel, benadrukte dat dit niet alleen een probleem is van de Quinty, maar een gevaar zal vormen voor alle Maronstammen en de inheemsen. Today we talk for the Quinty, maar we talk if we talk about Mennonite, the authorities Dorotena Oosten. Adorotena Saramaka. En ook to Adorotena de Ingis Mafunu na Asifu Apura. We begrijpen dat authorities we hebben vertellen op nou een tot een nationaal issue. Dat we te we taki about een nationaal issue, een nationaal probleem. Dat we begrijpen dat aan de degi Quinties maar no mo wa wang. En men on dit authorities u feten dat, u feten dat, u schreef konshitak aan uw kansen. U go mok sin aan trasma ook te zijn begrijpen morowi. U tek u resten in atori. Nof langa mi bede trade na televisie. Pe u win akkoord geding sa tegen de Mennonieten. Dat want ik heb begin Oosten en hij praat in schreef Godoro. Dus asani kontro wan national issue. Maar me vind het wel jammer. Temik is bericht voor jere tak handtekeningen potie. En zo wat gebeurt er met jullie? Tijdens de Kroetu zijn enkele standpunten aangenomen. De Quinties willen dat Ruud Souverein, vertegenwoordiger van de Mennonieten, uit Suriname wordt verbannen. Daarnaast willen ze ook dat hoofdkapitein Harold Souvenir voor 5 jaar buiten functie wordt gesteld. Monique Simon, trekker van de Kroetu, meent dat alles dat gebeurt binnen Maron-gemeenschappen de zegen van de Gramang moet hebben. Dus je nog als motto dat je God met afspraak teken kaban na je stampel ba, dat je tijd naast je kon je Gramang moet. Dus als aan dit zeggen, nou een onrechtmatige, nou een strafbare feit aan hoofdkapitein pleeg. Toch? Ja, nou een strafbare feit aan pleeg. Omdat als je feiten gereed hebt voor libisme, dat je mij nog kan tegen je zeggen, dat je niet weet, dat je niet die brader voor je, de kapitein doet, dat je niet gaat. Geestelijke leider Edith Orban benadrukte de bundeling van inheemsen en Maron-gemeenschappen, die al sinds de slavernij bestaat. Ze vindt dat de huidige situatie met de Mennonieten door een slechte inborst en hebzucht is gecreëerd. Want na lek sauta ki tok ti dewe tak so tamara u her verstang e drai. Mek u potu wan un tapu ede. Do tak hang ons refi ibride tak vanaf ti de. Wan kerpen top sa wan transformasi op sa. A ger stak mi wan de jamano mi wan de jam. Mi kof komitu no bikadimi ere akari. Dam sapta ki. De begis mafuno, de bebrasa un srefi, de be yep den srefi. De be langa wa anu gi den srefi. Suma no wan sap a pistori dati. Adading. Ma de wan di sap a pistori dati na de wan na to cara winiko. Dan nga dati mi wan tai gunu. Tak un gi un sref wa anu, tak ala sang tak ga. Wo cha lusukong. Gi ala de wan sandrai bakagi unu. Alla de wansa drai bakagi uno sang net ne wa terde srefi moro sa esuku akroi mol nomo da te te de kisa akroi mol da klari ap chimoni bikana da te cara pratikum da mek ti de uno sang de jaso de wan bigi for belt takano dati anu gida tu efeti
mana gide dep chuan au baka dep chuan sai ko na gide we fiti bikana dat mi de jati de. De Quinty gemeenschap dringt aan op een officieel onderzoek naar het geld dat verstrekt of beloofd is, waarvan beweerd wordt dat het om $300,000 gaat. Ze raadt Graman Clemens aan om een brief te schrijven naar de president, vicepresident, minister van Buitenlandse Zaken en de Nationale Assemblée om de verdrijving van de vertegenwoordiger van de Mennonieten soeverein te eisen. Graman Clemens zal deze week in Paramaribo zijn om deze kwestie verder te bespreken.